Het is toch Phil Taylor. Ik wou zeggen niet te geloven, maar ik vervang dat door Phil Taylor. En moet Wade proberen zijn leg te houden om enigszins in de wedstrijd te blijven. Maar met 51 openen kun je niet maken tegen Phil Taylor. Want die gooit er meteen weer een trippeltje tegenaan. Die glijdt er dan net naast. Maar die weer niet. En ligt de druk meteen weer bij Wade. Het gemiddelde van Taylor. Hij kruipt langzaam richting de gemiddelde die hij afgelopen weekend gooide in Egmond aan Zee. Twee partijen waarin hij 113 gemiddeld gooide. Het is ongelooflijk. En hup, die eerste ligt er alweer perfect in. En eentje ernaast. En dan valt die laatste er ongetwijfeld op. Ik zet het streepje alvast maar. Oh nee, net niet. Nou, dan moet ik gummen. Hij moet gummen. Ja, Taylor is ook maar een... Een machine. Een machine, ja. 85. Maar het is de druk bij Wade op zijn eigen leg. Nou, twee keer net niet. Er zit nog een stukje af van het hoogste gemiddelde ooit in de Premier League. Want dat staat uiteraard wel op zijn naam. 116.01. Daar kwam hij op uit in 2009 toen hij het opnam tegen de arme John Part. 15. Ja, aan de andere kant, als je zo verliest van Phil Taylor, dan kun je jezelf toch ook niet zoveel... Nee, maar het gaat wel vervelen hoor, als je iedere keer dat wel. Ja, het is zo aan de zegenkar gebonden wordt. 57. Nou, wait. Dan moet 140, je nu. 180. Phil Taylor laat er even wat liggen. Nou, het is minimaal. Hopen dat Taylor mist en dat je nog een kans krijgt. Triple 20 voor Phil Taylor. Dat is alweer raak. Enkele 10. En dan de tops. 70. Taylor wint zijn eigen legs. Heel makkelijk. Er is geen enkel veldje aan de lucht. In de legs die Wade begint. Krijgt Wade telkens één pijl op een dubbel. Maar dat is dan ook alles wat hij krijgt. En dat is dan vaak op een hele hoge finish. Die heeft hij tot nu toe niet gegooid. Ja, en dan gebeurt er dus dit. Dan ja, dat kan hem dus toch gebeuren. Dan is er een kans voor Wade om in ieder geval zijn eigen leg te houden. En die is goed. Nog een enkele 20 of een triple 20. Het is een enkele 20 voor Bullseye. James Wade. Nee. Daar moet je ook een klein beetje mazzel mee hebben. Ja. Maar ik vrees met grote vrezen. Dubbel 20. 5-1 voorsprong. Halverwege de wedstrijd voor Phil Taylor. Taylor wint zijn eigen legs. Heel makkelijk. Er is geen enkel veldje aan de lucht. In de legs die Wade begint. Krijgt Wade telkens één pijl op een dubbel. Maar dat is dan ook alles wat hij krijgt. En dat is dan vaak op een hele hoge finish. Die heeft hij tot nu toe niet gegooid. Ja, en dan gebeurt er dus dit. Dan word je twee keer gebroken. En dan ben je er dus heel snel uit. Ja, dan sta je 5-1 achter. En dan open Taylor weer even lekker met 140. En dan moet je maar proberen daar zo goed mogelijk bij te blijven. En dat lukt Wade hier niet. Je moet je eigen legs in 15 darts absoluut uitgooien. Soms is dat niet eens genoeg. En als je Taylor wil breken, moet je dat in 12 darts doen. En dat is het niveau dat hij neerlegt. De lat ligt hoog. De 480 inmiddels ook van Taylor. Het is voor de scheidsrechter te hopen dat niet te veel gegooid meer wordt door Taylor. Of door Wade. Die 180. Zijn stem kan niet meer aan. Ah, Russ Brady heeft deze stem al een tijdje. Hij was er nog een bandje van hem. Het was overigens wel de 180ste 180 van de Premier League 2011. Kijk. Dat is ook alweer een mooi moment. 19. Dat weet jij dan, want dat... Dat stond net in beeld, dat stond net in beeld. Okay, okay, eerlijk okay, okay. Ik wou het je gunnen. Ja, maar nee. Te veel intelligente kijkers thuis. Oké. Okay. Wade intussen op groot achterstand op de leg van Taylor.
En kijk. De finish voor Taylor. Bullseye. Niet gegooid, maar 17 en tops. Dubbel 20 dus. Tot nu toe is niet een probleem voor Taylor. Gladjes naar 6-1. En als je Phil Taylor zo ziet spelen, dan vraag je je toch af wie, oh wie, oh wie kan daar tegenaan? Taylor zelf moet minder zijn. Moet iets minder, moet onder zijn niveau spelen. En de ander moet super zijn. Ja. Dan heb je een kans. De volgende week mag Van Barneveld het gaan proberen. Het zal zware opgave worden. 59. En toch heeft deze James Wade, die tot nu toe figureert in deze wedstrijd, een ongelooflijk record tegen Taylor staan. Wat niemand anders gepresteerd heeft in de Premier League. Twee keer van hem gewonnen en twee keer gelijk gespeeld. Ja, de enige die daar enigszins bij in de buurt komt is Terry Jenkins. Die ook een flink aantal gelijke spelen tegen Taylor heeft gehaald in ieder geval. En een keertje van hem heeft gewonnen. Ja, als je ziet de cijfers van Phil Taylor, Premier League, hij speelt uiteraard mee vanaf het begin. Hij is de enige speler die alle edities van de Premier League mee heeft gespeeld. Dit is de zevende keer dat de Premier League gespeeld wordt. Heeft 95 wedstrijden gespeeld, daarvan heeft hij er 77 gewonnen. Dus weer even een 180. Zijn vijfde. Op het moment dat Wade eraan begint te denken dat hij rustig zijn leg kan pakken. 57. Komt Taylor hem toch weer in de nek hijgen. En zal niet loslaten. Nee, hij gaat de druk nog even opvoeren. Onder het motto, misschien mist Wade wel. Triple 8 en tops. Nu 16 en tops. Dubbel 20. Ja, en weer krijgt hij dus één pijl in zijn eigen leg. Die mist hij. En dan is dit Taylor. Triple 10 en dubbel 16. En dan is 12 en tops. Zo. 7-1. Weer weet geen twee kansen, maar één kansje om een leek te pakken. Ja, en daar word je dus helemaal krankjoren van als tegenstander. Ja. Maar het overkomt iedereen die tegen Taylor speelt of gespeeld heeft wel een keer om op zo'n manier een klap in het gezicht te krijgen. Dus hij vindt vele begrijpende blik als hij straks de kleedkamer inloopt. James Ze weten allemaal hoe het voelt. Niemand zal hem uitlachen. Nee, zeker niet. Hij is 4 legs begonnen, James Wade. Van de 18 die we tot nu toe gespeeld hebben. Hij heeft in totaal dus ook 4 darts op een dubbel gekregen. In iedere leg die hij begon 1, want ook in deze leg weer 1. En hij heeft 1 keer die dubbel geraakt. Nou, dan sta je dus 7-1 achter. Zo werkt dat tegen de power. Die tamelijk timide begint voor zijn doen aan misschien wel de laatste leg van de partij. Het zou toch leuk zijn als Wade hem gewoon ook een keertje breekt. Dan moet hij geen 60 gooien hier. Maar hij is het al opgegeven. James Wade. De triples vliegen hem om de oren. One on it and 80. Ja, toch ook alweer zijn zesde in deze wedstrijd. En er zijn er ook 6 in de wedstrijd gegooid, dus dan weet je ook hoeveel James Wade er heeft gegooid. 126 voor Phil Taylor. Om het dan in stijl af te sluiten, de triple 19. Mag ook nog met de tweede dart, maar dan zal hij het niet in stijl gaan doen. Want hij zal al niet voor de bullseye gaan. Ja, hij gaat wel voor de bullseye. Phil Taylor! Maar die gooit hij dan niet. Normaal gesproken had hij wel voor de 10 gegaan om tops over te laten. Maar dit was te mooi om niet zo te eindigen. Ja, dat is toch wel mooi dat hij dan niet zo vernederd wordt die Wade. Ik vind het wel sympathiek. Al was het alleen maar omdat hij net als ik linkshandig is. Nog één pijl.
dubbel 8 en voor de partij. En het is aan Taylor wel besteed. Geen enkele kans voor James Wade. Dan nog wel even minzaam. De felicitaties. Het bemoedigend applausje, maar Taylor is weer de nummer 1 in de Premier League. Het zal u niet verbazen. Still another win. Do you have a kid bored? No, never. I love the competition. I love everything about it. I've got a very, very a winning streak in me. So, you know, I've not played so well for a few months and now I'm playing well. So I'm going to embrace it and make the most of it. What is it about form? Form does come and go. I mean, you get tired sometimes and you do a lot of travelling and these things happen in your personal life as well, which you've got no control over, which has happened to me. I know I've never had that for 25 years, but all of a sudden my life's turned upside down. I've got a large family, you know, so things do happen in life, which you know, is unexpected. And it does affect you mentally. You know, darts is a mental game, so if you've got family problems, it does affect you. And now the problems are solved and you're back in form. Yeah, I got rid of the wife. Sounds awful, but it's true. You know, we're not together now. We're both very happy. It's weird, you know. We used to live together and we weren't happy. Now we're apart, we both love each other. You know, we're good friends, we're best of friends, and I'm really, really pleased about that. I should write a song, shouldn't I, really? But it's just a nice place to be in, you know. I'm enjoying my life again and I'm enjoying my career again. And is it that easy that as soon as you like your life again, you play better darts? If you're happy in your life, I mean, you look at Bonnie last year, you know, he was in a sad place and he was terrible. He was suicidal, he wasn't playing properly. He was telling us all he got problems, which we all knew he got problems. He came and stayed with me for a few days and there's nothing you can do, you know, you've got to sort it out yourself. But if you can go up there happy, then if Bonnie goes up there happy, he's one tough customer, trust me. These lot have never played Bonnie at his best. I have. I know what Bonnie can do. And next week, I'm relishing. You know, I embrace the day by 1,000 times the day Barneville took up darts, because I love him. I love the competition with Bonnie. Do you know what I mean? I love playing him. I love him being involved in it. And if he wasn't here, I don't think I'd be here. Once he retires, I think that'll be me done, because I love him being there. Will he stand a chance next week? Yeah, of course he can. He's a great player. I mean, he's 5 times world champion. And do you know what? He could have been 7, 8, 9, 10 times world champion. It's just sometimes Barney is not mentally strong sometimes. You know, he's his worst enemy. He gets the right manager with him, and he's one of the best players you'll ever see in your life. But when he plays you, he's always 1 or 2 nil back. I hope so. And if he does, I'll beat him. But I think next week he'll get used to... With Raymond, he gets fed up of getting beaten. So don't take it for granted. I'm not going to take it for granted. I'm not going to go up there thinking, well, I beat you last week or I beat you this week. No, you've got to go up there, get ready. Because Barney is good. And do you know what? The best thing is Barney's back. He's number two. Me and Barney, number one and number two. We're in finals again. And I love it. And I embrace him. I'm going to give him a big kiss when I see him, because I'm so pleased that he's turned his life around. And do you know what? He's pleased I have as well.